Op vrijdag 21 oktober organiseert Belmodo de dag van de Belgische mode, waar ontwerpen van eigen bodem centraal staan. Haal jouw Belgische designs uit de kleerkast en share your passion for fashion op sociale media en win zo een Miele wasmachine gevuld met Belgische designer clothes. Miele geeft om jouw kledij en om Belgisch talent. Daarom zet het merk zijn schouders onder deze dag. Uiteraard moet mijn wasmachine gevuld geraken en daarom ga ik langs bij enkele Belgische designers en starten doe ik vandaag bij Belrose. Yanni, merci de me recevoir ici. Avec plaisir. Raconte-moi, qu'est-ce que vous avez choisi pour nous, pour cette action? Alors, j'ai choisi ce pantalon-ci qui s'appelle le Vlad, qu'on porte au quotidien, la journée de manière un peu peut-être plus sportive et le soir, par exemple, avec des talons. Comment est-ce que vous faites la différence en étant marque belge? On travaille vraiment ensemble ici, on développe nos propres gammes de couleurs, on développe la majorité de nos tissus sont développés exclusivement ici. Super, merci Laetitia. Merci. Ik heb een heel leuk jurkje uitgekozen. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een jurkje met grafische lijnen. Ja. Dat is eigenlijk een patchwork van verschillende zijdes. Met hier en daar een frisse kleur tussen. Hoe belangrijk is het eigenlijk om, om die Belgische mode te blijven ondersteunen eigenlijk? Ja, ik vind het echt wel heel belangrijk omdat België eigenlijk altijd al een geschiedenis heeft met mode. Met de Antwerpse zes. En het is eigenlijk een hele inspiratie geweest voor een hele generatie van jonge mensen. En zelfs nu nog van mensen om eigenlijk mode te gaan studeren. Guys, jullie hebben voor onze wasmachine deze trui gekozen. Waarom? Yes. Ik denk dat het iets is waar heel veel mensen heel veel mee kunnen doen. Omdat we hier gekozen hebben voor een neutraal product met een klein detail. En het is eigenlijk ook een hele mooie passepartout, neutraal. Ja, absoluut. Lekker wijd, ja. Top voor de winter. En naar wie kijken jullie op in die Belgische mode scene? Voor mij zonder twijfel is het dan wel Anthony Vaccarello. Vaccarello. Ja, omdat hij nu sowieso met Saint Laurent echt iets gedaan heeft wat met ons een bepaalde emotie oproept. Ik denk puur qua esthetiek en qua vibe zit Vaccarello ook op dezelfde golflengte waar wij alleszins naar streven. On to the next one, tijd voor Façon Jacquemin. Vertel eens, jullie hebben dit stuk gekozen, waarom? Een goede basic dat je zeker moet hebben in je garderobe. Omdat we vinden dat dat tijdloos is en dat je heel lang gaat dragen. Façon Jacquemin is uiteraard een nieuw opkomend merk. Hoe maken jullie het verschil binnen die Belgische modewereld? On se différencie du fait qu'on est une marque qui présente vraiment une garde-robe que en denim. C'est une matière qui est intemporelle, qui est en fait portée par toutes les classes sociales. Ok, merci beaucoup. Merci Tiani. Merci. Bon chance. Au revoir. Voilà, de eerste designerstuk zijn binnen. Deze en nog vele andere kan je winnen samen met deze wasmachine. Miele geeft echt om alles waar jij echt om geeft. Dus ook om Belgisch talent. Dus surf snel naar belmodo.be/dagvandebelgischemode en speel mee. En wie weet sta ik binnenkort aan jouw deur samen met deze wasmachine gevuld met designer goodies.